De vlaggen wapperen vier in top bij het nieuwbouwproject Villa Berlage. Vandaag werd het hoogste punt van de 27 Woerdense appartementen gevierd. En dat gebeurde in het bijzijn van de toekomstige bewoners. Mensen die hier geweest zijn, vonden het echt geweldig. Hadden dit niet verwacht. Ze kwamen eigenlijk voor een bouwbezoek. We hadden niet verteld dat we ook het hoogste punt hadden. Dat hebben we echt een beetje als verrassing gehouden. En ja, op het bovenste terras staan met elkaar. Daar de vlag hijsen omdat het hoogste punt is bereikt. Ja, dat was een hele, hele leuke bijeenkomst en heel gezellig. De afgelopen dagen werden de laatste wanden omhoog getakeld, die de nok van het gebouw vormden. Als laatste ging vandaag de champagne de lucht in, waarna de woningen werden gedoopt en de vlag door toekomstige bewoners werd gehezen.